Ik loop de school in met 1000 gezichten. Wat we wel niet waarnemen en voor waar aannemen. Onze realiteit is tegenwoordig een collage van halve waarheden. Of eerder atoomdeeltjes ervan. Die we klakkeloos aan elkaar plakken tot er een wanstaltig denkbeeld ontstaat. Dat zich niet meer hoeft te toetsen aan gezond verstand. Dus ik ben Jean-Paul Sartre. Als er zich in mijn walging nieuwe gedachtenwerelden openbaren en ik dit verwerpelijk instituut niet meer als mijn leerschool kan ervaren. Ik ben Frans Fanon, nu ik mijn AR-15 uit mijn tas ga halen om leeg te vuren in de gang en 2 klaslokalen in de naam van de revolutie die pas eindigt als mijn onderdrukkers afgemaakt. Ik ben Emmanuel Levinas. Terwijl de kogels vliegen in de ronde en ik de hoofdletter A van mijn anders zijn in de eerstejaars hersenstamp met 3251 voet per seconde. Op naar de tweede verdieping. Ik ben Friedrich Nietzsche, onbegrepen in mijn tijd. Ik doorleef mijn pijn, ik leid mijn nijd, die mag er zijn. Dus ik kerf hem als een swastika aan elk magazijn. Ik ben de Martin Heidegger die nog houdt van Hitler. Andere mensen kunnen mij niet redden van het niks. Ik schiet lukraak, dus ik mis. Maar er wacht mij nog een derde rijk gevulde verdieping. Ik ben Michel Foucault. Als ik leraar en student wijs op de breuk in onze dialoog, omdat zij mijn waanzin liever schorsen, verbannen uit het hart, uit het oog, luister toch. Ik ben Immanuel Kant, want ik vraag, als het verafschuwen van het anders zijn een algemene wet werd, wat kan men dan van het categorische imperatief verwachten? Iedereen is in iemands ogen wel anders, dus dan moet men zichzelf toch evenzeer verachten. Ik ben Albert Camus. Of noem me Meursault. De vreemdeling legt de onoprechtheid van zijn omgeving bloot. Bloedrood laat ik mijn goddeloze statement verven. Wat men een reden noemt om te leven is tevens een perfecte reden om te sterven. Ik ben Søren Kierkegaard als ik staar door mijn vizier naar de dood. 17 maal verleid ik hem met een lading lood. De brullende chaos. Help met uitroeptekens. De alarmlijn is te druk bezet. Niemand kan langer dan een half uur tevreden zijn in dit leven. Maar 6 minuten lukt nog net. En dan ben ik 1-8, 1-9, 5-8, 5-8, 5-8. 5-8. 5-8. 5-8.